kijkt naar een nieuwe vraag op straat. Zoals inmiddels iedereen wel weet, mag er al enige tijd niet meer gerookt worden in de kroegen. Dus ook niet meer hier in Breda. Nu wil ik graag van u weten of u daar inmiddels al aan gewend bent. Wat u ervan vindt. Blijft u weg uit de horeca? Of vindt u het juist fijn? En waarom vindt u het fijn? Vraag op straat, vraagt het aan u. Jammer. Het stinkt nou naar zweet en bier. Dat is een moeilijke vraag, want ik ben sinds 2 jaar ben ik gestopt met roken. En toen ik nog rookte, vervloekte ik dat soort horeca uitbaters. En nu ik ben gestopt met roken, heb ik wel zoiets van, het is toch wel fris om niet in andermans rook te zitten. Maar ik vind dat soort discussies allemaal een beetje overdreven. Ik vind als men een sigaretje wil roken op een terras, dan moet men gewoon lekker een sigaretje roken. Dat moet kunnen. Als iemand een cappuccino zit te drinken, een ander die vindt dat misschien stinken. Een chocolademelk kan stinken, een ander heeft daar geen last van, een ander heeft daar wel last van. We leven in een vrij land en ik vind dat die discussie allemaal een beetje doorgeslagen is. En we moeten elkaar gewoon respecteren. En ja, is het last, is het last. Het gaat allemaal een beetje ver. Nou, op zich, ik ben er al aan gewend dat iedereen in zo'n rokershok staat. Maar het is ook wel weer ongezellig, want iedereen gaat nu daar staan in plaats van beneden of bij elkaar, zeg maar. Dus... Ja, de rokers gaan altijd naar buiten. Dat is het enige nadeel. Ik rook zelf niet. Nee. Maar het voordeel is wel dat je kleren niet meer zo echt stinken als je thuis komt. Dat is het enige. Ik ben er inmiddels zeker aan gewend. En ik vind het ook niet meer storend dat het niet mag. Ik rook zelf niet. En het is niet dat ik er last van heb. Maar je merkt het wel natuurlijk dat er veel mensen meer op straat staan. In plaats van in de kroegen zelf. En als het nou lekker weer is, is dat niet zo erg. Maar ik begrijp ook wel voor de mensen die wel roken, dat ze het af en toe nog vervelend vinden. Dat ze steeds naar buiten moeten en dan toch een stuk gezelligheid missen. Ik vind het prima, want ik vind als je wil roken, nou, dan mag je buiten roken en bij ons stinken onze kleren niet meer. Dus ik vind het prima, maar ik rook zelf niet, dus vandaar. Ja, ik vind het wel beter dan stink je als kaart. En het is slecht, je beïnvloedt ook anderen, terwijl die het helemaal niet willen. Dus. Ik vind het waardeloos natuurlijk. Als ik lekker een bier zat te doen, wil ik gewoon een peukje roken. Nou, ik ben 23 januari gestopt met roken, na 30 jaar roken. Dus ik vind het eigenlijk wel prettig natuurlijk. Maar ik snap wel dat het minder gezellig is. Ik vind het een opluchting, ik kan niet anders zeggen. Ik vind het fijn als ik s'avonds thuis kom dat ik niet helemaal stink naar de rook. Maar ik rook zelf niet, dus ik heb er alleen maar baat bij. En dan heel even van het standpunt van de ondernemers. Hoe denkt u dat het voor de ondernemers is? Ik denk dat het gelijk vaart. Ik denk dat ik 4 of 5 jaar geleden moest ik in Milaan werken. En toen was het een hype dat er niet gerookt moest worden in de cafés. Maar er stonden zo'n zware boete op. En iedereen die hield zijn eigen eraan. En dat was helemaal geen probleem. En nou, het tumult hebt hier toch ook weg? Daar heb ik een heel mooi antwoord op. Mijn vrouw heeft jarenlang een café uitgebaat. En die is er eigenlijk op failliet gegaan. Omdat mensen wegbleven. En ze kan terrasjes neerzetten, je kan rookhokjes maken, maar mensen blijven weg. Want mensen willen gezellig iets roken en een biertje en gezelligheid. En die zegt gewoon dat die regel, inclusief nog wat andere maatregelen van onze regering, dat heeft mij de kop gekost. En ze heeft het dan nog kunnen verkopen, maar die zegt van ja, het heeft ons gewoon kapot gemaakt. Het heeft gewoon 70% inkomsten gekost, uiteindelijk. Misschien blijven ze nu eerder thuis zitten, omdat ze dan niet meer binnen mogen roken. Dus ze denken van nou, we gaan wel gewoon thuis zitten met vrienden en dan, dat hoor ik ook wel vaker dus. Ik denk dat ze er eigenlijk op zich geen last meer van hebben in principe. Ik denk op het begin wel, omdat sommige kroegen nog steeds wel voor kozen dat je binnen mag roken. Nu weet ik van heel veel kroegen dat het eigenlijk bijna nergens meer gebeurt. En ja, het enige vervelende is inderdaad dat mensen dan buiten gaan roken. Maar ik denk dat ze er niet heel veel last meer van hebben.